had voor de start ook gezegd dat het zijn redelijk lange rechte stukken en het is best moeilijk om je verschil te maken eigenlijk. Er staat heel veel wind en dan neerrijden is niet simpel. Je valt in de slotfase. Dreigde je even de pedalen te verliezen, niet alleen letterlijk, maar ook figuurlijk op dat moment? Goh, ik wist eigenlijk dat ik volledig in de pad lag, dus dat ze niet ging kunnen passeren. Dus dat de kans altijd nog was dat ik in het wiel mee kon. Ik had gelukkig geen materiaalpech buiten scheven, maar net eraan overgehouden. Dus dat was een geluk, maar ik had de eerste ronde in Sint-Peters daar zien liggen. Ik had eigenlijk een beetje schrik gekregen dat toch iets gladder was dan ik dacht. En vandaar ook het foutje van mezelf op de laatste toer. Zij probeerde je natuurlijk onmiddellijk onder druk te zetten, ook op die balken en zo. Was vanaf dan jouw plan, ik moet het nu voluit op de sprint spelen? Gewoon niet helemaal, want ik denk dat ik een stuk naast het water net iets sterker was. Dus ik wou eigenlijk daar op kop zitten. Maar het lukte niet om de eerste plek terug over te nemen. Dus dan had ik mijn eigen gefixeerd op de sprint. En het was eigenlijk degene dat het snelst in de pedalen zat, dat normaal wel ging halen. En met dat zand was dat best moeilijk. Maar bij mij was het sprinten op 1B, want ik raakte met mijn rechtsvoet er niet meer in. Maar ik kon het gelukkig wel houden. En het is wel gelukt. Van harte gefeliciteerd hoor.